Dames en heren, jongens en meisjes. Vandaag is het zover, niet voor jullie, maar voor ons wel. Wij gaan vandaag voor het eerst op elkaars clips reageren die jullie al hebben gezien. Als je dat niet hebt gedaan, ga die even kijken. Wij gaan vandaag reageren op die van Roel en Rob. Ja, en wij weten dus nog niks. Het nummer hebben we nog niet gehoord. Nee. En de clip hebben we nog niet gezien. We weten niks. Geen titel, geen niks. Nee. Hebben wij een verwachting? Nee. Hoog? Een verwachting? Nee. Jongens, hebben jullie iets van backstory over jullie nummer? Ja, zeker. We hebben hem gemaakt met Nick. Wat is de inspiratie geweest? Ja, maar als we dat dan vertellen, dan geven we al prijs wat het nummer is. Dus misschien moeten we dat niet eens kijken. We hebben een kort nummer gemaakt, dat heb ik wel gehoord. Want ons nummer, ja, maar we zijn nog maar met z'n tweeën. Ja, dus we kunnen dat 2 minuten kort. Ja, maar ons nummer is 2/3 van jullie nummer, dus dat is gewoon eerlijk. En wij dachten ook dat als hij korter is, dan luisteren mensen hem vaker. Dat die prijs op de pizza staat. Ons nummer kun je 35 keer per uur luisteren en die van jullie maar 25. Ja, maar wil je het ook, is de vraag. Een kleine backstory, ik wilde eerst nummers zoveel mogelijk om Rob heen bouwen. Uiteindelijk hebben we een soort middenweg gekozen om het niet echt te richten op Rob, maar wel op Robs favoriete bezigheid. Slinger de baas, slinger de baas. Oei! Zo! Oei! Factureren. Factureren. Wil zoveel auto's dat ik fietsen kan verleren. Wat tering! Ik heb de kantoor gefixt dat zeg maar voor de helft verbouwd wordt en leeg staat en voor de andere helft niet. Wat lekker, ouwe! Het is maar het begin pas, hè? We hebben nog 1 minuut 20. Ik vond de eerste helft best leuk. Wil zoveel auto's dat ik fietsen kan verleren. Dat is factureren zoveel auto's dat ik fietsen kan verleren. Ja, het wel iets leuks, want fietsen kun je niet verleren. Dus dat is echt oei. Einde van de maand, ik heb veel uren gespaard. Het is tijd voor een rolie, want ik kom steeds te laat. In principe heb ik mucho dinero gemaakt. Maar mijn saldo ligt laag, want jij hebt nog niet betaald. Factureren. Factureren. Wat is lekker, hè? Van de CNA naar de CLA, van de HNM naar de KLM. BTC van de UWV naar de ATM. Veel blauwe brieven in de bus, maar ik ga ze negeren, want ik heb schijt. Was het wit met mijn allerduurste kleren? Factureren, factureren. Wil zoveel auto's dat ik fietsen kan verleren. Dus dat hij helemaal los zat te gaan in de lift. En toen ging de lift naar boven en toen kwam er dus iemand in. En toen zaten wij daarna te denken, er zat gewoon een receptioniste bij dat gebouw. Waarschijnlijk had er echt wel een camera in de lift. Ja. Ja. Maar goed. Staan in de lucht open en zeggen, zijn jullie bedrijfsgier aan het hebben? Ja. Nou, maar ik moet zeggen, zwaar positief verrast. Nou, ik ben echt onder de indruk dat jullie onder de indruk zijn. Zeker het laatste deel, op het moment dat ik toch gewoon lekker heerlijk naar Saturnus ga, dan kan ik daar best wel leuk mee beleven. Hier kan je ook best een Boss Boosted versie nog van maken. Ik vind het echt leuk, jongens. Ik vind het shout-out naar Demi. En natuurlijk ook Casino die een Casino de Koopman. Ik was zeg maar best wel overtuigd dat we makkelijk zouden winnen. Ik ben overtuigd dat we een verloren hebben. Nee. Je kan overdrijven. Ik vind het echt leuk nummer. Ik ben fucking benieuwd naar die van jullie. Mag ik iets zeggen? Nee. Zij hebben natuurlijk Milo in hun team. En wat is een overeenkomst tussen Milo en een nummer maken? Wat gaat er altijd mis? Wat gaat er altijd mis als hij een nummer maakt? Hij laat altijd iets uitlekken, want hij kan niks. Dus deze Mongool heeft al uitgelekt hun titel. Ik kon er niks aan doen, maar hij stuurde me gisteren een mail door met hun factuur. Wel leuk, factureren. En daar staat echt gewoon met koeien letters. 50% aanbetaling, bankzitters baldadig. Hey. Stomme Mongool, jij laat altijd iets uitlekken. Het is ongelooflijk. We hebben dus met Russo samengewerkt. Dit is Russo. Maar hij heet ook geen Roetker. In ieder geval, nu noemen we hem Dr. Roetker. Oké. Okay. Zit hij er zelf ook met? Dat weet ik niet. Ja, aan het begin dachten we willen zo'n trompetista nummer maken. Maar dat werd hem niet. Dus je moet een bepaalde soort stem hebben die ten eerste niet echt Nederlands die is. Die Rob die dag had, zeg maar. Ja, zo, ja, jij wist dat kunnen, maar wij wilden dat niet. En toen waren we al klaar. Dat had ons echt gered. Want we zaten er aardig doorheen en Roetker ook, die wist even, die had geen inspiratie ten dat. En toen belde hij dus om een beetje te stoken. Ja, wij zijn al klaar en jullie hebben nog niks tegen dit en dat. En Mick Spek ging hier ook een beetje op Roetker vuren. Even dat vuurtje aanwakkeren. En dat had je niet moeten doen. Toen was hij los. En toen bied je voor me. En toen kwam dit eruit. Het ding is een beetje dat de challenge was in 1 dag opnemen. Nou, jullie hebben er 3 dagen over gedaan en jullie clip was €5.000 aan die van ons. Niet. Bijzaak. Ik verwacht heel erg veel. Mannen. Zo! Nou, goedendag, schotel.
Oké. Okay. Zo. Zo, trouwens iemand gaat gooien. Bijna. Oké, met de drijven. Ik was ook wel onder de indruk van de gespierde armen van Koen. Hey, shout-out naar jou, man. Dit ziet er wel heel goed uit. Dat was die figuranten, die twee dames. We hadden ze allemaal figuranten, maar ze zei van, we doen al twee. Vooral deze twee. Deze zijn niet als figuranten op de zon. Die geld kregen. Maar die zijn dus gevraagd door het productiebureau. Van ja, we zijn op zoek naar twee ring girls. Zij dachten dat ze naar een echte bokswedstrijd gingen. Dat was dus hun idee. Ik wist het niet dat zij dat niet wist dat het om een clip ging. Dus ik zei van, ik ben de bokser van vandaag. En zij van, maar zij dachten dus dan echt dat ik... Toen wilden ze niet meer meedoen. Toen zei ze op een gegeven moment van ja, maar wat is het dan? Tegen de productie. Ja, nou ja, dat is een videoclip. Waar komt het op? Ja, op YouTube. Zei, ja, daar voel ik me eigenlijk helemaal niet fijn met dat op YouTube komt. Maar toen waren al die shots al opgenomen. En toen zei ze van ja, maar waarom? Ja, want ik wist het niet. Ik vind dat niet fijn. Want dan wil ik echt wel meer een budget. En toen zei ze van oké, ja, hoeveel meer wil je? Zei ze, hoeveel meer wil je? En toen zei ze ja, 20 euro. Dus de clip was 5040 euro. Ze voelden zich echt zo niet comfortabel bij dat ze voor 20 euro was. Dames, er had veel meer uitgehaald kunnen worden. De club in met de boys, grote spelers Matt en Koen. Mensen weten donders goed, die mannen gaan wat daden doen. Mama redt op cola en nee, ik voel het echt. Maar ga je met me mee naar huis, dan komen daar op ijs. Maar eerst een beetje dansen, eerst een beetje swingen. Laat me knieten, alle hete liever. Ik lust er nog wel eentje, en misschien wat fris. Laat me kiezen, welke neem ik mee? Het heeft verkleed als een golf, je klinkt ook als een golf. Klopt, nee, ja, het allermooiste vind ik dat Milo zegt van... Ga je met me mee naar huis, dan komen daar wel ijzer bij. Nou, als er iemand geen ijs heeft, als iemand met hem naar huis ging in de vroegere Milo-tijd, nou, dan is het deze gas wel. We hebben wel gesproken van een bepaalde ondergrens waar we aan voldaan moesten worden. Ja, daar mogen we ook niet overheen, zeg maar, over jongens. Nee, daar mocht je niet overheen. Nee. Oh, rustig blijven. Kun je wel beginnen, hoor. Oh, lekker. Even die toch. Geef die fles van een miljoen. Matthias Lam, doe mijn naam vraag hier aan. Milo met zijn zonnebril, zie hem als een speer gaan. Feest van Hees, geen vrouw is safe. Maar rotje voor de zaak, want hij verdient het meest. Popdarig door de week, popdarig in het weekend. Waarom wil je pikken als je zegt dat je me niet kent? Binnen in de club, we bestellen die dompee. Ben je net een zesje, nou dan mag je met ons Het ding was dat jullie een keer stonden met onze manager, zeg maar. En toen ging het over een super lekker wijf. Onze manager die vroeg een lekker cijfer. En jullie zeggen, ja, echt wel zeker een 6. Was dat nou realistic? Nee, dat zijn wij in de studio. Oh. Oh, je won ook, maar je speelde tegen niemand. Ze zegt Koen, pas op je poen, maar ik kan het niet eens tellen. Dat is genaamd, man. Sappie, beetje tappie, alleen takkie als het geld praat. Minimaal wat nullen als je mij durft te bellen, maat. Even lekker zo, even baldadig. Even voelen zo, even handvaardig. Even zo, okay. 1000 water. Ik zoek naar een poes voor mijn kater later. Oké. Okay. Besef dat ik dus met zo'n kamer om mijn borst heb ik dit opgenomen, dit ding. Vind je nog echt over die Versace-bad als jij die als cadeau gekregen en zo blij was dat je hem eindelijk een keer nuttig kon gebruiken? Jullie horen al heel klein beetje die emotionele bridge hier. Ja, ja, dat kan. Ja, emotioneel. Ja, dan moet je goed klaar. Ik zoek een poes voor mijn kater. Dan moet je echt goed klaar. Engel line. Het is opeens bier te drinken. Ben ik nou mee bezig? Met mijn leven elke week. En een vrouwtje op de bank thuis. En zelfs een hypotheek. Ik ga nooit meer suipen. Hoe moet ik nou op vrijdag doen? Is het Sharp? Kruip ik met naast mijn muisje. Lee. Wie is dat? Een liekeboer! Dit is voor mij extra mooi, maar mij moet het toch niet. Hey schat. Heb jij met Milo in bed gelegen? Nou, dan ben je weer vrijgezel. Maar je hebt niet geneukt, toch? Dat is hier vanzelf wel. Hypotheek. Ik ga nooit meer suipen. Dit is zo goed, chat. Waar is dit ook? Ja, bij die gast. Krijg ik een bericht van Koen. Hey boy! Knal een batterij in de lucht, want we gaan wat aardig doen. Knal een batterij in de lucht. Hey, shikkies, man. Ja, hoe komen er zoveel shikkies, man? Sinds we hebben er zoveel shikkie kijkers. Dat is een beetje chill die figuur over. Ja, fucking chill.
Ah, die clip was echt goed, man. Ik denk dat we allebei teams wel boven zichzelf uitsteken. Vooral een shout-out naar Russo en Nick. Vooral shout-out naar Russo en Nick. We gaan dus kijken wie er na een week de meeste streams plus viewers bij elkaar opgeteld heeft, eigenlijk. Oh, streams wist ik niet. Waarom zetten we dan op Spotify? Ja, geld verdienen. Geld verdienen. Het idee van deze challenge was dat wij allebei een videoclip en een nummer gingen maken. En welke clip dan na een week, nadat hij online kwam, het meeste geluisterd is, meeste views, meeste streams, die heeft wel gewonnen. Ja, dus aanstaande vrijdag gaan we de balans opmaken. Ja. En de verliezer moet een gouden plaat knutselen voor de ander, hè? Ja, knutselen, hè? Jij zou het wel weer kopen. We hebben nog 5000 euro budget, hè? Boek ons voor shows, dat kan nu ook, want we hebben nog weer twee vette nummers erbij. Dus wil je ons boeken, connect ons. Ik weet nog niet hoe, via een mailadres, zoek iets. Het komt vast bij ons terecht. Zullen wij nu met z'n drieën nog even de auto doen? We gaan nu luisteren naar Milo, die wat te zeggen heeft. Ik wilde hem niks te zeggen, ik hoefde helemaal geen auto te doen tot Koen Persen weer in de video wilde op het einde. Mensen, leuk dat Koen aan het eind toch weer in de video komt. Vergeet dus niet om alle nummers te luisteren en de video's te bekijken. Ja, dat hebben ze ook al gezegd, waarom moeten wij dat nog een keer zeggen? Omdat ze het echt moeten doen. Je kan ons boeken, er staat een mailadres in de beschrijving. Boek ons, we maken er een groot feestje van. Bedankt voor het kijken. Oh.